Ontbijtje. Camper. Kan er niet in? Zuurspeet. Hi. Dat mutsje op. Ja, lukt nu maar even. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. We hebben weer meteen een vlek op de lens. Nou, lijkt wel toch wel een dingetje. Sorry, jongens. Ja, we zijn weer scherp. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag dinsdagochtend. Dus we zitten lekker aan het ontbijt. Het was vandaag binnen 8, jongens. Het was heel koud buiten. Echt een diepvries gisteren. Ja. Gelukkig hebben we gisteren op tijd de konijnenverblijf helemaal schoongemaakt. En extra veel stro en hooi neergelegd. Dus die zitten daar lekker warm. Ja, ik heb het buiten de deurtje dicht gedaan, dat er geen tocht naar buiten. Oh ja, dat is ook wel slim, ja. Want dat is wel erg. Anders krijgen ze bevroren staartjes. Echt? Dat is ook niet handig. Nou jongens, jullie zien dat Lucilla niet aan het ontbijt zit. Want Lucilla die voelt zich niet zo lekker. Dus die blijft vandaag lekker een dagje thuis. Dat is een gloeilampje. Ja, ze had de afgelopen dagen had ze al dat ze iedere keer... Ik weet niet of ouders dit herkennen van hun kind. Maar dan s'nachts dan gloeien ze als een gek. Ze heeft ook al de hele week bij ons in bed geslapen. Omdat ze zich s'avonds dus echt niet lekker voelde. Dus ze is super heet. En de volgende ochtend denk ik, nou hoe gaat het Sil? Ja, ik voel me wel beter. En is de koorts weg. Vervolgens de hele dag gaat het goed. Wordt het weer 's avonds, komt het weer terug. Dit heeft ze dus de hele week een beetje gehad. En vanochtend was het weer van, ik voel me niet helemaal lekker. Ik zei, weet je, blijf maar gewoon even lekker een dagje thuis. Doe maar even lekker onder de wol vandaag. Dan gaat het misschien daarna beter in plaats van dat gekwakkel. Wat is het, jongen? Heb je? Ach, kijk, Luxie die pakt het al. Goed zo, Luxie. Ja, kijk eens. Goed zo. Nou, dus vandaar dat Lucilla nu nog eventjes lekker in bed ligt. Die ga ik zo meteen... een ontbijtje geven. Daniel die brengt de kinderen. Luan en Lucilla even. Nee. Luxie naar school. Ja, en dan moet denk ik de auto krabben. Oh nee. Je hebt de auto onder de kapper staan. Achterste voren erin. Dat scheelt een heel veel. Hoef je niet te krabben. En Luxie is... Ik wil vertellen. Gisteren reed ik terug van de sportschool. Ja. En ik ben er maar een uurtje geweest. Maar de hele auto was helemaal voor. Moest krabben. Tot een uurtje? In 1 uur. Wauw. Is hij nou weer gevallen? Ja, dat doet hij dan expres, hè? Goed, expres dingen op de grond, dat je dan weer wat oppakt. Ja, ik pak hem wel. Oh. Kijk eens, wil je een appeltje, jongen? Appeltje. Hier. Appeltje. Dat is lekker. Nou, Lucius die blijft gewoon lekker bij mij thuis. En dan gaan we zo meteen eerst Lucilla even een lekker fruitschaaltje brengen op bed. Want die ligt nog even lekker uit te slapen. Nou jongens, dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Ik heb even lekker een ontbijtje gemaakt voor Lucilla. Dus die gaan we even lekker bij haar brengen. Kijk eens, Sil. Een lekker ontbijtje voor jou. En we nog iemand even doei zeggen tegen jou. Ik kom zo weer terug. Ik help even met Lucius. Papa gaat nu weg. Ja. Dan kom ik zo weer bij je terug. Goed? Ja. Maar even lekker je ontbijtje eten. Dit is de jaarmovie te kijken, hè? Van het vorig jaar. Warm? Ah, je bent wel warm. Je bent niet meer rood van de waard. Nou, kom ik zo weer terug, hè? Nee. Chilla heeft ook lekker haar ontbijtje. Kan ze even wat lekker eten. Ze gaat wat trek. Wat is het, jongen? Hoppatee. Tassen mee. Grote tas van Luan. En voor je zusje. Ja. Schoenen hier aan houden. Ja. Gaan we nog Luxie even op een kusje geven? Luxie gaat vandaag ook lekker spelen op school. Oh. Zo. Kijk. Oh, moet je. Moet je gemtasje mee? Nou, nemen we die even mee. Ik heb niet gem, maar nee. Ik moet die zo mee. Oké. Okay. Even kijken. Kijk eens. Je gemtas. Oh, goed hoor. Nou, diepvries, veel plezier op school, jongens. Doei. Doei. Oh, Luusjes. Luusjes, jij mag bij mama blijven, jongen. Luusjes. Ondertussen zijn de andere kids naar school. Dan kom ik even lekker een kopje thee opdrinken bij Lucilla. Mooi, liefie. Oh ja, je werd je jarig. Weet je nog hoeveel jaar je werd? Vijf. Vijf jaar.
Kijk. Dat is je kinderfeestje. Nu word je al 8. Ja. Mooi, Biffy. Wat zeg je dan? Leuk, hè? Dat is je kinderfeestje op de bledschool. Ja. Hoi, Alicia's. Voel je al iets beter nu, dit ontbijtje? Ja. Goed zo. Alicia vindt het ook mooi. Toen was je er nog niet. Toen zit je nog in de bloemkool. Dat vindt ze leuk. Ja. Het lepeltje. Ah, kijk dan. Het Luxie. Je was er zo klein. Ja. Zo met Luxie zelf. Ja. Gaat hij ook mee naar ballet met Luxie? Nee, ik denk dat hij dan mee gaat met Luxie. Ja, oh ja. Luxie, snap je? Ik doe even met dit lepeltje. Oh nee, met die? Oké. Okay. Hij wil met de grote lepel. Grote lepel, ja, oké. Okay. Hapje? Ja! Dat is lekker, hè? Dat is bekkere yoghurt. Ja, dan word je weer groot en sterk van. Kijk maar, hoe Silla knapt er helemaal van op. Wil je het zelf doen? Ja, ik denk dat wij... Oh! Ik denk dat ze meteen de pet onder zit. Papa? Ja! Is de water onder? Pa! Uh-oh. Mama, even een doekje pakken. Zo, nou ondertussen ligt Lucilla weer even lekker onder de wol. En ga ik even dit bed afhalen. Dit hebben we dit weekend, zoals jullie hebben gezien, opgemaakt. Ja. Ja. Wat is het? Lampje? Kijk, lampje. Op het bed. Is jouw bed, hè? Hey. Lala. Kom maar op. Klim er maar op. Kijk, gaat dat? Even kijken of hij echt op zijn bed kan. Ja? Moet ik je helpen? Nou, kijk, dit beentje dusjes kan je hier opzetten op het randje. Kijk, en dan kan je er zo op klimmen. Ja, hoppatee. Nou, met een klein setje kan hij er zelf op. Ja, jongen, en dan gaan we even het bed afhalen. We hebben, zoals jullie in de vorige vlog hebben gezien, hebben wij hier deze logeerkamer gemaakt. Wat we van het weekend aan opa en oma gaan laten zien als verrassing. En ik had toen het bed opgemaakt. Even voordat het mooi keek, zeg maar. Dat je kon zien hoe het wordt. Maar het is natuurlijk gewoon nog zo uit de verpakking. Dus ik moet eerst nog even wassen. En ik kan ook meteen ook het beddengoed wassen van de camper. Want dat had ik toen ook meteen opgemaakt vanuit de verpakking. Met het idee, ik moet later even wassen. En dat kan ik vandaag even gaan doen. Want dit weekend komen hopelijk opa en oma weer slapen. En het zou wel fijn zijn als ze dan lekker helemaal in een schoon bed zitten. En dan kan ik meteen even de was draaien met ook het beddengoed van de camper. Want ook dat is dan weer lekker schoon. En dan kan ik het alvast even opmaken. Want het is natuurlijk ook al bijna kerstvakantie, jongens. Maar goed, zover is het nog niet. Ik ga eerst even dit bed afhalen. Nou jongens, Lucie zit inmiddels helemaal ingepakt en wel in de bolderkar. En ik ga heel even groenten pakken uit de la voor de konijnen. We hebben hier spinazie. Zo. En vooral dit groen van de wortel vinden ze lekker. Nou, gisteren had ik er al wortel bij gedaan. Ik doe nu alleen het groen. En wat bleek zo bij? Deze vinden ze ook heel lekker.
Zo. Nou, is dit een schaaltje voor de konijnen. Zo. Kijk, zet ik die hier bij jou in. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we samen even de konijntjes voeren. Ja, jongens, maar we zijn buiten. Maar jullie zien het aan de adem die je ziet. Het is echt heel koud buiten. Maar wel heel erg mooi. En lekker om even een frisse neus te halen. Het regent niet, het waait niet. Het zonnetje schijnt. Maar kijk, zo ziet het gras er nu uit, jongens. Dat is toch wel heel mooi om dat zo te zien, hè? Kijk, ik heb mijn handschoenen aangedaan. En kijk, het zonnetje komt al tussen de bomen door. Lucius die heeft de autosleutel. Alleen zijn handschoentjes die gaan lastig aan. Dus hij doet ze gewoon zo lekker in de mouw. Hé jongen, wel lekker je muts op. En je sjaal om. Kijk, Woesel denkt ook, het is met de koud in de pootjes. Die zit lekker binnen. En dan gaan we eerst eens eventjes naar de camper toe. Kan ik even dat beddengoed van de camper ook eruit halen en meewassen. Zodat dat ook weer schoon is als ik straks weer opnieuw de bedden opmaak voor de kerstvakantie, jongens. Nou, dit is wel echt het kerstgevoel. Als ik dan dit soort weer spuit en alles is zo lichtelijk wit. En je voelt zeg maar de kou in je neus. Dan krijg ik wel echt het gevoel van ja, kerst is begonnen. Wauw, ik zie de maan. Ik wil jullie even laten zien. Kijk. Gisteravond was die ook heel mooi. Zien jullie dat stipje daar? Dat is de maan. Zie je dat, Lucius? Nee, dat ziet hij denk ik net niet. Dat is de maan, jongen. Ja. Daniel had wel de klepjes van het buitenverblijf dicht gedaan. Zoals jullie zien. Die heeft hij dichtgeschoven. En die heeft hij dichtgeschoven. Want ja, dit is nog gewoon wel erg koud. Tenminste. Het lijkt me voor de konijnen erg koud. En vooral in de nacht, dan waait het niet erdoor. En ze hebben toch heel veel ruimte binnen, dus ze missen geen ruimte in dat opzicht. En dan doen we ze weer open als het iets minder koud is. Als het niet meer vriest in ieder geval. Maar kijk jongens, dit is toch een plaatje. Met al die witte waas overal op. Nou, we gaan dus hier even naar binnen toe. Om even eens even te kijken hoe de konijnen het hebben gedaan vannacht. In de vrieskou. Daniel heeft gisteren het water ververst. Maar nu vraag ik me af of het water niet bevroren is. Nou ja, de tuin is ook nog niet bevroren. Hé, hey, hallo. Hallo. Hoe is het hier? Hoe is het hier? Ik zie al een konijntje huppelen. Nou, het water is niet bevroren. Gelukkig maar. En we gaan even deze deur vastzetten, want anders kan ik er niet in. Nou, hier hebben we lekker het groentehappie. Hé, hey, Kopje Peppy. Kijk eens wat we hebben. Hoe hebben jullie het gedaan vannacht? Nee, hoe hebben jullie het gedaan vannacht? Volgens mij zit hier wel lekker warm, hè? Ja, nou Kiki die zit hier. Hey Kiki. En Blackie. Oh kijk, Blackie zit daar. Nou, dit ziet er prima uit, jongens. Zoals ik het voor zover zie. Geen gekke dingen, ja, ze verharen. Zo zie je wel overal van die plukjes haar liggen. Maar dat was vorige keer ook. Dus ja, volgens mij is het wel lekker geworden hier. Hé, hey, hebben de konijntjes het lekker warm? Blackie, kom je eten? Blackie, kijk dan zit hij gewoon daar. En hieronder kunnen ze ook helemaal gaan liggen. En holletjes maken. Dus volgens mij hebben ze dat ook gedaan, als ik het zo zie. En dit was eigenlijk gewoon die baal. Maar ja, hier kunnen ze er ook lekker gewoon warm liggen. Dus hierin kunnen ze ook lekker warm liggen. Hey Blackie. Waar ben je? Blackie? Oh, daar. Hey Blackie, kom je ook eten? Hey. Kom je ook eten? Kom maar eten, schatje. Ga maar eten. Ja, ga maar daarheen. Dat is lekker, Peppy. Hey. Dat is een lekker happy. Zal ik het er een beetje uitleggen? Kijk, hoppatee. Kan ik deze schal ook weer meenemen? Oh, zo. Nou, dan hebben we hier het eten staan met de brokken. Die halen we ook eventjes eruit. Hoppatee. Gisteren deze super leuke schep gehaald. Bij die dierengroothandel. Kijk, en dan kan ik gewoon zo hoppa. Scheppen. En zo hoep. In de bak doen. Zo. Ja, zit dicht hè. Ja. Nou, doe het zo.
Okay. Zet ze erop. Zo. Je kunt niet naar buiten toe, hè? Papa heeft het even dichtgemaakt voor de konijntjes. Anders werd het een beetje te koud. Ja, kon je daar naar buiten toe? Ja, heeft papa even dicht gedaan, hè? Ja, het is heel frisjes buiten. Kijk, allemaal ijspegels op. Oh. Oh. Kokkie? Ja. Kokkie, zag ik dat nou goed? Hé, hey, Kokkie, dit heb ik jou nog nooit zien doen. Kiki of Peppy mag wel eten. Maar dan ga ik hier even wat vanaf halen. Kijk eens, Kiki, kijk eens. Hier. Kom maar. Ik weet niet wat ik nou zag, jongens, heel eerlijk gezegd. Zagen jullie dit ook? Kom maar lekker eten, hoor. Hé. Hey. Nou, het leek wel alsof dat Kiki, als Kiki wilde komen eten, dat Kokkie Kiki wegjaagde. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Ze gaan altijd met z'n vieren eten. Misschien dat Blekje daarom ook hier zit. Blekkie, kom je eten? Niet of jullie hem zien, maar ik heb Blekkie... Je ziet hem niet op mijn zwarte jas. Ik heb Blekkie hier even vast. Even een beetje aandacht geven, even aaien. Oh, laat die maar liggen, Luusjes. Laat maar liggen. Dat is voor de konijntjes, hè? Ja. Even kijken of Blekkie hier wel gewoon eten kan geven. Kijk eens. Doe maar eten. Oh, gaat hij onder me door. Wat zit dat op? Nou ja, hij heeft in ieder geval gezien dat hij eten is. Ja, wat moet je doen? Deze moet je laten liggen. Dat is voor de konijntjes, hè? Voor de konijntjes. Ik heb Kiki dus een beetje eten gegeven hierin. Die zit als goed is hier. Oh, daar zit ze. Daar zit ze lekker. Ik heb hier de groenten neergelegd. Kokkie die zit daar. Peppy die huppelt hier. En Blekkie die zit volgens mij hieronder. Kijk, die heeft daar ook een lekker plekje. Daar zit Blekkie. Misschien wil Kokkie gewoon even duidelijk maken dat hij hier de baas is. Van alle vrouwen. In de rangorde. Yes, konijnen hebben een rangorde, dus een bepaalde volgorde waarin ze in de rangorde staan. En Kokkie staat duidelijk boven iedereen. En Peppy komt duidelijk daarna. Want kijk, dit gaat dus heel goed samen. Ja, en Kokkie Peppy, hè? Ja. Maar goed, ik hou het even in de gaten, jongens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gezien dat Kokkie dit deed. Dat als Kiki wil komen eten, dat hij eigenlijk... Het leek wel of hij Kiki even wegjaagde of zo. Voor de rest deed hij gelukkig niks. Hij vocht er ook niet. Kokkie heeft nog nooit gevochten. Dus het is alleen maar dat hij af en toe even zijn mannetje wil staan. Dus dat hij even erachter aanrent. Maar voor de rest deed hij voor de rest niks. Maar ik hou het even in de gaten, jongens. In ieder geval, ze zijn hier de koude nacht goed doorgekomen. Ze hebben genoeg hooi en holletjes waar ze in kunnen kruipen. Het water staat daar. Die zijn niet bevroren. Kijk, die waterbakken daar en daar. Ze hebben daar ontzettend veel hooi ook om te eten. En ze hebben stro om warm te blijven. Ze hebben brokjes en ze hebben groenten. Dus check, jongens. Alles is er helemaal goed. Nou, dan ga ik weer verder. Kijk, nou zit Blekkie er bovenop. Nou, jongens, dan gaan we weer. Doei. Ja, maar dag, konijntjes. Ja, maar dag, Kiki. Ja, deurtje dicht. Dag. En dag, Kokkie. Liefde, hè, Kokkie? Kou in de gaten, jongen. Kou in de gaten. Nou, ga je mee? Zeg maar dag, konijntjes. Dag. Tot de volgende keer. Oh. Oh. Gelukkig net niet in de waterbakken. 1, 2. Ik doe jou snel in de moldekar. Hoppatee. Ga maar weer zitten. Goed zo. Nou, de lege schaal mee. Nou, dan doen we hier ook de deur weer dicht. Alles is weer rustig en weer goed. Flipje eraf. Deurtje weer dicht. Blijft lekker warm. Zo. En dan gaan we nu op naar de caravan. Camper. Ik zeg een keer caravan. Ik moet er even aan de camper gebeuren wennen. Aangezien we altijd een caravan hadden. Dan gaan we weer. Lamp uit. Haai vast achter. Een graapje in de bak. Nou,
Dag, dag, konijnen. Dag, dag, lief zijn. Lief zijn. Kijk jongens, wat een mooie witte wereld is het nog niet helemaal, maar ijzige wereld. Hier? Even de sleutel. Nou, we zijn ondertussen hier bij onze mooie camper aangekomen. Gaan we even openmaken. Is hij nou open of is hij nou dicht? Oh, jongens. Hè? Kijk dan. Ik kan er niet in. Huh? Het lijkt wel of hij bevroren is. Ik kan hier in de camper. Ja, dat kan ik ook niet. Ik wil hem niet pakken. Kan ik hem hier wel openmaken? Ah, hier. Hier kan ik hem wel openmaken. Het slot is bevroren, jongens. Dus ik kan deze deur niet openmaken. Nou ja, gelukkig kun ik wel via de voorkant erin. Misschien een beetje omslachtig, maar beter iets dan niets, zeg maar dan. Lekker zonnetje. Ja, ik blijf staan. Ja, gaan we in de camper? In de tweeën? Het is wel fris in de camper. Mama hoeft alleen maar even de bedden af te halen. Zo, loop er maar in. Loop er maar in. Kijk, hier zijn we weer, jongens. Even de deur dicht. Blijf toch iets. Een beetje. Waarom? Oh ja, tuurlijk. Jij wil weer bij het stuur. Nou, gaan we even lekker sturen. Kijk, jongens, de camper. Oh, ja. Ja. Knopjes doen het niet, liefje, want de sleutel zit er niet in. Oh, ja. Alleen die wel. Ik had net de andere knop niet in. Oké, we zijn weer heerlijk in de camper. Oh, het ruikt hier zo heerlijk naar vakantie, jongens. Ik ga even de bedden afhalen. Deze. Eigenlijk bij alle bedden. Omdat ik het toen zo uit de verpakking op deze bedden heb gelegd. En natuurlijk allemaal van die nieuwigheidspluisjes liggen, zeg maar. Ze hebben er één dagje onder geslapen, nou, dat kon wel. Maar als we op vakantie gaan, wil ik wel lekker schone bedden hebben. Dus die... En die bedden ga ik even afhalen. Nou, Loesjes gaat even met het stuur spelen. Ja, die kan niet aan. Die kan niet echt aan. Moet je even nep doen. En Marije, brom brom. Brom brom. Nou, ik doe toch even mijn vest uit, want het zit hem onder het stro. Dus ik doe even een poging om 10 keer mama per dag, jongens. Echt. Wat is er? Ja, ik doe even de sleutel erin. Nou, ik weet niet hoe die op het contact aangaat. Dat moet ik allemaal nog leren. Maar ja, ik doe dus wel even mijn schoenen uit. Aangezien ik het bed daarboven ga. Ja, ja. Nee, we gaan de sleutel er niet in doen. En ik doe even mijn vest uit. Omdat het helemaal onder de konijnenharen zit. Dat is niet lekker op het bed. Dus het is lichtelijk een beetje frisjes. Maar goed. Dan doen we maar even ermee. Handschoenen uit. En dan gaan we even daar bovenop. Ja. Mama. Mama. Oh, mama, even hierboven. Oh, mama, even hierboven. Oh, jongens, dit bed is koud. Het is super koud. Ja, kijk eens. Op de. Oh, deze raf. Ik ben weer aan het stunten, jongens. Jullie thuis niet. Hè? Ja. Het bed moet er even af, jongen. Het is koud. Oh, super koud. Ja. Mama, bijna klaar, jongen. Bijna klaar. Oh, ik heb ijsbeerhanden. Nou, mijn bril schuift er van mijn neus. Nu ga ik even deze bedden afhalen. Oh, wat is het koud. Ja, mama weet niet hoe de verwarming aangaat. Dat weet mama nog niet. Deze eraf. Mama, mama, ja. Mama. Ja. Oh jongens, het is echt vreselijk koud. Oh. Oh. Het is echt heel koud. Het is geen idee dat het overkomt op de vlog, jongens, maar het is hier echt. Ik zie het. Super koud. Ja. 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 Wat is er?
Lucilla en Luxie hebben ook zo'n bui. Zeggen ze iedere keer, mama, mama. Dan zeg ik, ja, hi. Dat hebben ze dan ook weer van school of van TikTokje of zo. Ik weet niet waar die kinderen dat van hebben. Dan iedere keer, mama, mama, mama. Ja, hi. Heel irritant. De motten laat ik wel liggen hoor, jongens. Die vind ik wel goed. Die liggen toch onder de hoeslakens. En onder deze. Oeh, koud. Nog drie bedden. Nog drie bedden. Oh, die. Mijn vingers vriezen er bijna af. Nou ja, dat nou ook weer niet. Dat gevoel. Mama. Ja. Kijk, en hij is lekker ingepakt. Oh. Mama. Ja. Mwah. Hoppatee. Mama. Ik heb hier een stopcontact. Zal het stromen? Mama. Ja, jongen. Mama. Wat? Wat is dit? Mama. Nee, stroom staat er niet op. Ik denk al, we hebben hier wel een dingetje. Stroom staat er op. Jongen! Ja! Wat is er? Kijk eens, ik heb je speelgoedmand. Kijk eens, ga maar spelen. Daar, speelgoedmand. Nou, enigszins Lucie is even een beetje hier bezighouden. Ga ik even snel verder met deze bedden, jongens. Alles is afgehaald. Motels laat ik wel liggen, maar voor de rest is allemaal alles helemaal eraf. En dan gaan we dit weer naar binnen brengen. Ga mee, jongen. We moeten er hieruit. Kijk. Hier moeten we er tussendoor. Oh. Nou, ik heb de hele was en boedel hier opgelegd. Op de bolderkar. Ga je mee, liefie? Kom maar. Gaan we weer naar binnen. Gaan we weer met de was naar binnen toe. Kom maar. Ah, dat zonnetje is weer lekker warm, jongens. Nou, dag, camper. Dag! Ja, dag! Zo, nou, ik heb hier enigszins een beetje warme handen. Ik heb snel weer de handschoenen aangedaan, maar er zitten allemaal die konijnenharen aan. Dus die kon ik even niet aandoen met het... Maar het was koud in de camper, jongens. Niet normaal. Nog kouder leek wel als dat het hier is. Hier schijnt natuurlijk ook het zonnetje naar binnen, maar daar... Die dekens waren koud. Ga je mee? Kom maar! Gaan we zo lopen. Kom. Ja, kom maar! Alles in de bolderkar en dan kan ik zo meteen de was draaien met het beddengoed erin. Zo jongen. Hij is nou zo schattig als hij nou in zo loopt is met die dat mutsje op en die laarsjes aan. Hé? Je kan zo goed stappen. Goed zo, met je snotte belly. Hé? Kom, gaan we lekker naar binnen toe. Kijk nou jongens. Wat wil je dan? Hij staat zo te kijken, ja, maar ik wil daarheen. Dat is zo leuk. Nou, gaan we even spelen dan. Gaan we even spelen. Het is wel koud hoor. Kijk dan. Hoor dat geluid, jongens. Hoor dat geluid van het ijzige gras. Wat wil je dan doen, liefie? Mama. Ja, mama. Kijk, glijbaan is vies. Mama. Ja, wil je daar vanaf? Mama. Ja. Nou, hij is boven. Hij wil nog even in het huisje spelen. Ook al is het heel fris. Dag. Moet je deurtje andere kant op doen. Oh, hij kan er ook precies tussendoor. Ja, goed zo. Doe maar dicht. Ja. Ja. Hallo. Met je rode neusje. Is het lekker warm daar? Even zo kijken. Klop, 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 klop. Hallo? Is er iemand thuis? Kan je er nog lopen? Alle spelletjes. Oh, wat hebben we daar? Een halve hark. Ja. Ja. Wat gaan we doen? Ja, ga je harken. Hark is afgebroken. Ga je harken? Of het was een schep. Oh, ja. Dat is leuk. Kom maar, mama. Oh, ik heb je. Ik heb je. Nou, ga je mee naar binnen? Ja, dat is de schep, hè? Ja. Ja. Oké, jongens. Het is tijd om naar binnen te gaan. Het wordt een beetje koud, hè? Ook met je handjes. Ze zitten wel in de mouw, maar dan nog is het een beetje koud. Maar snel naar binnen toe, hè? Even me lekker opwarmen. Met je loopneus, ja. Woehoe. Nou, het is weer lekker warm. Ja, hier is het weer lekker warm. Deur dicht. Oh, meteen. Oh, hier is het weer lekker warm, hè? Ja, muts, sjaal af. Jas uit. Zo, laarsjes uit.
zo slaapje doen, jongen. Mama is goed geholpen, hè? Mama is grote helper. Mama is grote helper. Gaan we even naar de washoek toe. Hier het hoekje, joh. Goed, sorry, mama meehelpen. Ja, lamp aan. Kijk, dan kunnen we hier deze was ook nog in de wasmachine doen. Ik kan niet allemaal in één wasmachine, dus er worden weer een paar wasjes. Och, jongen, heb ik ook te koesten. Het is allemaal een beetje dat kuggerige weer, jongens. Ja, snottenbellen weer. Mama, mama, ja. Mama. Gaat er niet allemaal in? Even kijken, deze. Die kan ook nog wel bij. Even kijken. Misschien nog een hoopjes erbij doen. Die zijn niet zo groot. Ja, bijna. Deze moet ook nog even open. Deze mag er ook nog in. Wil je het erin doen? Doe je hem maar erin. Ja, doe er maar in. Goed zo. Mama's grote helper, hè? Ja, dit er nog in. Ja, goed zo. Even van de pots pakken. Even kijken. Was gezegd dat je erdoor pots erbij. Oh, ja, goed zo. Hij trekt hem al aan. Goed zo, jongen. Ja, even wachten. Even wachten. Goed zo, mama moet deze nog erin doen. Kijk, doe die erbij in. Doe er maar in. Ja, doe er maar in. Ja, zo. Leg hem er bovenop. Hoppatee. Doe de deur dicht. Doe de deur maar dicht. Ja, doe deze maar even open. Ja, doe hier een beetje wasverzachter in. Doe het met de vinger. Oh. Open nog. Aan. 4. 40 graden. 40. En dan gaat hij wassen. Ja. Hoor. Gaat water erin. Hoor je dat? Nee, ik kan hem niet meer openen. Nee. Niet erop drukken. Kijk. Kijk maar erin. Gaat hij zo draaien. Komt er water in. Ja. Dan gaat hij wassen. Ja. Niet in de knopjes. Nee. Niet in de knopjes. Kom. We gaan weer. Nou jongens, we zijn weer lekker binnen. Hij begint moe te worden, zoals jullie zien. En ondertussen is volgens mij Lucille ook wakker geworden, hè? Ja, ik heb weer op de bank gelegd met een dekentje. Nee, we lekker op de bank met een dekentje. Zodat mama alle bonnetjes vindt. Ja. Nou, en ik ga even Lucius weer naar bed brengen. Ja, we zijn lekker Lucius van Scoutboot, hè? Het was heel koud. Oh ja, en ik ben wel in de camper gegaan. Oh. Maar niet voor je, via de normale deur. Via de zijdeur. Dat is het vastgevroren. Ja. Ja. Maar goed, ik breng even Lucius naar bed. En Lucilla is gewoon lekker aan het chillen bij papa. Och, Sil. Heb jij dit ook nog geknutseld net? Ja. Met papa, is het voor... Luxie. Voor Luxie? En voor Luan, met de game ding. Ah. Oh. Wat heb je lief gedaan, Sil. Heel lief. Ondertussen heb ik even voor de lunch lekkere worstbroodjes gemaakt. Wat je heet. Ik zet even op een plankje. Oeh. Ondertussen, oh, dat is gegeten. Lucius die slaapt ondertussen. En Lucilla die zit lekker met een dekentje op de bank. Oude vlogjes terug te kijken. Kijk maar, daar heeft ze natuurlijk gewoon altijd voor. Nou, kijk, dan hebben we hier lekkere worstbroodjes voor zometeen. En wat ik gisteravond had gemaakt was kippensoep. We hadden gisteren als avondeten. We hadden nog lekkere soep over. Dus dat heb ik even in de koelkast gezet. En die kunnen we nu weer lekker opwarmen. Als lunch. Knap Lucilla denk ik ook wel van op. Lekkere bouillon, kippensoep. En natuurlijk had ik nog een... natuurlijk. En ik had nog een meloen liggen. Die is dan hopelijk dat ze hier van een dagje even lekker chill thuis. Ontspannen chillen op de bank. En vanochtend geslapen in bed. Dat ze daar weer even van opknapt. De dag later altijd extra lekker, want heeft hij goed getrokken. Kijk, heel veel lekker kip en groenten en vermicelli erin. Zo. Kijk, zodat hij even lekker op de bank kan chillen. Dat daar neergezet. Meloen ook nog erbij. Meloen kan je wel al nog eten.
die is niet heet. Kijk. Op de hemel erbij. Kijk eens, ben je aan het kijken? Ja, mijn oude video. Hij is in doorheen shoppen en toen mag ik alleen maar roze. Oh ja. Ja. Ik ben niet meer zo warm. Voel je wel wat beter? Hoe is het met je keel? Ja? Beter. Ze had ook last van haar keel. Nou, even lekker vitamintjes eten. Ja, je kunt wel een extra nog schaaltjes inschenken. Kunnen we misschien hier even eten bij Lucilla. Voor de verandering. Vindt ze wel gezellig, hè? Kijk dan. Zit je daar met je roze jurk? Helemaal roze. Nou, Alusjes die slaapt daar. Onder de kerstboom. Daar. Eerst de verste broodjes, hè? Kijk, hier. Papa en mama die je eten aangeven. Niet aangesterkt bent, maar vandaag weet ik het niet. Dat weet ik het ook niet meer. Ja, nou, ze wil Silla daar achter ons even lekker op de bank met de uitbeten een lekker worstenbroodje eten. Zo lekker de soep eet. Hij is heel lekker nu. Ligt het gewoon onder de kerstboom. Maar hij is extra lekker nu, omdat hij daar gestaan heeft getrokken. Dus ik heb hem gisteren had ik hem gemaakt voor het avondeten. Vonden ze hem ook allemaal heel lekker. Zelfs Lucie vindt het lekker. Die kip is heel erg lekker. Ja. Als het dan in die bouillon kookt, dan heb je heel zachte kip. Ja. Lekker soepie. Vooral met het weer. Heerlijk. Ja. Lekker soepie. Daniel gaat vanmiddag met Luan erop uit. Hij heeft quality time met Luan. Ja, ik ga elke week quality time met een van de kinderen. Ja, en deze, deze week is Luan aan de beurt. Nee, dat is ook gewoon helemaal privé. Of camera, gewoon echt met hem en mij alleen. Ja. En dan volgende week Susanne. En die week erop Luxie. Dus hoe leert hij dat altijd? Dat zien jullie dus niet in de vlog, jongens. Maar... Nee hoor, we hebben nog heel veel leven naast de vlog. Ja, je, weet je wat wel grappig is? Soms zegt Luan ook van, maar mama, als mensen dat dan denken, dat we altijd met een camera, waarom zeg je dat dan hier in een vlog? Dat dat niet zo is. Zeg maar, jongen. Ja, ik zeg het wel eens, maar ja, weet je. Het is misschien niet altijd even duidelijk, omdat we gewoon een gevoel geven van we vloggen hem van 's ochtends tot 's avonds. Ja, maar dan zegt hij ook van, ja, maar mama, hoezo snappen ze dat dan niet? Nou, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel begrijpen. Goed, ik ga theeloten bij een vriendin, kan ook zonder camera. Dat ik met Nico naar de toppers ging zonder camera. Heb vanmiddag ook weer een tennisafspraak. Ja, ik ga vanmiddag nog even tennissen met een kameraad van me. Er is wel een tennisafspraak bij ons thuis, want die doet de tennisbaan. En in je eentje tennissen. Vindt hij niet zo leuk. Hij heeft wel die ballenmachine, maar dan nog is het niet zo gezellig. En hij vindt het gewoon leuk om, hè, mannen onder elkaar. Dan heeft hij tennisafspraak en dan gaat hij daar tennissen. Gewoon met, iedere keer weer met, dan weer met de buurman, dan weer met hier ook van de chip, sportschool. Ja, en die komt dan tennissen. Dat zien lukt niet in de vlog. Dus ja, we eten lekker een soepje op. Ja. Ik ga zo meteen, als Lusjes nog even een beetje doorslaat, kan ik deze video nog even editen. Kan Luxie of Lucilla even lekker chillen op de bank. Kan ik hem nog uploaden en inplannen voordat ik naar Luan ga? We zeggen het nu maar even in de vlog. Oh wow. En dan helpt Daniel Luan en Luxie op van school. Brengt hij Luxie bij even thuis. Ja, en dan gaat hij door met Luan. Ik hang hier bedden goed op wat mijn één nacht in geslapen is. Ja, maar het is wel schoon. Anders komt het van de winkel en het ruimt naar de winkel. En al die pluisjes, die zitten er nog op van de winkel. Maar dat vond ik vroeger als kind zo lekker, juist die. Nee. Eeuwigheid voor. Nee. En ook met handdoeken is het ook niet lekker. Als je handdoeken meteen vanuit de winkel gaat, heb je overal al die pluisjes, is echt niet lekker. Dat is gewoon een pluisje per. We hadden de discussie. Jij vindt het onzin dat ik de bedden goed ga wassen. Ja, maar dus nee, dit is geen onzin. Dit is gewoon, tenminste, we gooien het even in de groep. Even een duimpje omhoog op deze vlog als je ook je bedden goed wast voordat het uit de verpakking komt. Of duimpje omhoog als je, zoals mij, bent, eerst er een maand heel veel duimpjes omhoog op deze en vlog. En dan was je. Ja. Nee, maar we breien een eind aan. We hopen dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Met ons er even bij te zijn. Beetje lekker ons soepie op. En we hopen jullie heel graag morgen weer te zien in een nieuwe vlog. Dan is het woensdag. Geen idee. Vast wel weer leuke dingen beleven. Zien we dan wel weer. Een hele fijne dag. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik op het belletje. Dan is je morgen weer een nieuwe vlog. Ja. Tot morgen. Ah, ze zegt vlog. Doeg. Samen maken we van elke dag een
Met de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.